Welkom bij het filmpje over het aanmaken van een nieuwsbericht op je gemeentepagina. We zijn hier ingelogd en terechtgekomen op de gemeentepagina van Herent. We gaan even kijken, links onderaan zien we hier bij Herent staan er al een paar nieuwsberichten. Dus een nieuwsbericht bestaat altijd een titel, een introductietekstje, een foto en als je klikt op de titel kom je bij het volledige nieuwsbericht terecht. We gaan nu een nieuwsbericht aanmaken, een nieuw nieuwsbericht. We zijn ingelogd, dus we zien hier dit extra menu verschijnen en dit extra menu. En hier zien we staan inhoud toevoegen, subsite nieuws. Dus een nieuwsbericht toevoegen. We klikken daarop. En we krijgen een aantal in te vullen velden voor een nieuw nieuwsbericht. Om te beginnen moeten we een titel ingeven. Ik hergebruik hier een oud nieuwsbericht van vroeger. Als voorbeeld, West-Vlaanderen is tweede fertile provincie in België. Taal laten we gewoon op Nederlands staan. Dan hebben we de body, het nieuwsbericht zelf. Ik neem even het oude nieuwsbericht over. Eventjes het bericht erin plakken. Zo. Een klein beetje opmaak. Zo. Ook belangrijk... een nieuwsbericht, als het in een overzicht terechtkomt, krijg je altijd een korte samenvatting te zien. En het volledige bericht krijg je pas te zien als je op de titel klikt. Als je geen samenvatting ingeeft, dan kiest het systeem zelf de eerste zinnen, de eerste woorden van je tekstje hier. Wil je de samenvatting in de overzichten zelf bepalen, dan klik je hier op samenvatting bewerken. Stel, we willen alleen dit eerste lijntje tonen. Voilà. Dan vervang je nog dit. Ving. Winnaar ontving, provincie, de titel van Fairtrade. Zo, voilà. Dat is de korte samenvatting nu die getoond gaat worden in nieuwsoverzichten. Dit is het volledige nieuwsbericht. En we moeten nog een afbeelding toevoegen, dus we gaan kijken. Browse, nieuwsfoto. Voilà. Dit fotootje erbij zetten. Altijd op uploaden klikken. Niet vergeten, je krijgt dan hier een zandlopertje te zien. Terwijl de site de afbeelding uploadt. Zo, en nu is de afbeelding geüpload. We zien ze hier staan. En dan klikken we op opslaan. Altijd op opslaan klikken, anders worden je wijzigingen niet bewaard. Opslaan. En we hebben een nieuw nieuwsbericht aangemaakt. We krijgen hier bovenaan de melding. Nieuws West-Vlaanderen is tweede fertile provincie in België is aangemaakt. We gaan even kijken. Omlaag. En inderdaad, hier is een nieuw nieuwsbericht met onze foto bijgekomen. Hier staat de titel en de korte samenvatting. Als ik klik op de titel, krijgen we het volledige nieuwsbericht te zien. Zo. En hier zien we ook ineens hoe we een nieuwsbericht kunnen bewerken. Namelijk, hier bovenaan op het nieuwsbericht is een knopje bijgekomen, bewerken. Als ik klik op bewerken, dan krijg ik terug de invulvelden van daarstraks te zien. En we kunnen aanpassingen maken. Na de aanpassingen onderaan op opslaan klikken om de wijzigingen te bewaren. Je kan hier ook het nieuwsbericht verwijderen. Dus als je een nieuwsbericht gemaakt hebt dat je wilt verwijderen, gewoon er naartoe gaan, bovenaan bewerken klikken en helemaal onderaan heb je een knopje verwijderen. Ik zal dit nieuwsbericht nu verwijderen, aangezien het om een voorbeeldje gaat en we hier niet willen opzadelen met voorbeeldnieuwsberichtjes. Zo, ik krijg nog de vraag van de website of ik zeker ben dat ik dit nieuwsbericht wil verwijderen. Inderdaad, ik ben daar zeker van. Verwijderen. En het nieuwsbericht is verwijderd. Zo.